Heb jij dat ook? Van die gerechten waar je watertandend aan terugdenkt. Dingen die je op vakantie hebt gegeten. Ik heb dat met gyros. Ik maak vandaag een heerlijke variant met kip. Een malse yoghurtkip. Een tzatziki met dille, met komkommer. En daarbij lekker courgettes. Ingewikkeld in een wrap. Ik maak Griekse wrap met kip. En daar heb je voor nodig kiptijfiletblokjes. Griekse yoghurt. Een citroen. Wat knoflook. Komkommer. Een bosje dille, courgette en tortilla's. Ik begin met de marinade van de kip. Kiptijfiletblokjes die zijn natuurlijk lekker mals. Er zit altijd wat meer vet aan. Maar om ze nog malser te krijgen, kun je het volgende trucje toepassen. Als je namelijk yoghurt toevoegt. En in dit geval is het Griekse yoghurt. Maar het maakt niet zo heel veel uit wat voor soort yoghurt je gebruikt. Zorgen de zuren in de yoghurt dat de enzymen in het vlees sneller afbreken en dat hij dus heel lekker mals wordt. Wat ik ook wel lekker vind qua smaak, maar ook weer qua zuur, is wat citroenschil. En dan het sap van ongeveer een halve citroen. Klein beetje knoflook hoort wat mij betreft in ongeveer elke marinade. Die kun je natuurlijk met de knoflookpers uitpersen, maar je kunt het ook gewoon fijn snijden. Moet je het wel eventjes echt goed fijn snijden. Knoflook kan erbij. En dan ook lekker een klein beetje peper en zout. En dan schep ik deze om. En dan laat ik hem dus even staan. Dat trucje met die yoghurt, dat heb ik natuurlijk niet zelf bedacht. Dat komt namelijk uit de Indiase keuken. Daar doen ze het echt al heel erg lang. Daar komt die heerlijke kip tandoori en zo vandaan. En ze hebben daar natuurlijk heel veel curry's met die heerlijke frisse yoghurtsmaak. Dus daar wisten ze al lang al dat je kip daar lekker mals van werd. Nu is hij nu natuurlijk al heel erg lekker. Maar als je ooit in Griekenland bent geweest, heb je misschien gezien hoe ze die pita gyros maken. Ze hebben dan echt zo'n gyros ding, een beetje zoals kebab, wat zo ronddraait. En waar ze dan met zo'n mes langs gaan om die stukjes gyros eraf te snijden. Maar dat wordt natuurlijk bijna een beetje gebarbecued door die hete koof die er omheen zit. Die heb ik hier niet, helaas. Maar wat ik wel heb, is een klein beetje gerookt paprikapoeder. En dat geeft toch een beetje die rooksmaak. En dat is toch wel heel lekker om dat erin te doen. Schep hem even goed om. En dan laat ik hem staan. Zodat die zuren echt ervoor kunnen zorgen dat hij heerlijk mals wordt. Dan door met de tzatziki. Want dat hoort natuurlijk ook echt bij die gyros. Vind ik tenminste. Ik heb hier komkommer. En die komkommer die rasp ik op de grove rasp. Snij hem even in tweeën. Dat rasp net even een stukje makkelijker. Tzatziki past natuurlijk echt heel erg bij die Griekse keuken. Als ik daar op vakantie ben, en dat heb ik in mijn leven echt wel vaak gedaan, want ik ben echt dol op Griekenland, eet ik denk ik wel per dag zo'n kommetje tzatziki op. Na zo'n week of twee weken Griekenland ben ik er ook wel weer een beetje klaar mee hoor. Maar het is heerlijk om dat ook gewoon af en toe thuis te maken. Maar het past ook heel erg goed bij andere gerechten. Denk bijvoorbeeld aan de Turkse keuken. Gerechten waar veel vlees in wordt gegeten, die zure yoghurt die toch een soort frisheid geeft, geeft meteen een beetje een soort balans aan dat gerecht. De komkommer is geraspt. En hier zit natuurlijk behoorlijk wat vocht in, want zo'n komkommer dat is natuurlijk grotendeels water aan de binnenkant, die zaadlijsten.
Dat kun je oplossen. Moet je even een schone theedoek erbij pakken. Die theedoek, die maak je nat. Wel even goed uitknijpen. Pak je een kom met een zeef erbij. En dan leg je de theedoek over de zeef. Daar gaat de komkommer in. En nou wil ik gewoon zorgen dat die komkommer zo droog mogelijk is. Door er een klein beetje zout aan toe te voegen, onttrekt hij het vocht aan de komkommer en krijg je straks een mooie droge groente om toe te voegen aan de tzatziki. Dan heb ik hier twee courgettes. En die ga ik opbakken in een grote pan. Courgette snij ik in blokjes. Een flinke berg courgette. En courgette heeft natuurlijk een beetje een neutrale, maar iets wat saaie smaak. Dus ik vind zelf altijd wel heel lekker om die courgette even goed op te bakken. Zodat hij echt een beetje een bruine kleur krijgt. Daardoor krijgt hij gewoon zoveel meer diepte en smaak. En maak die blokjes ook niet te groot. Want je wil het natuurlijk op uiteindelijk kunnen inwikkelen in een wrap. En hoe kleiner die blokjes zijn, hoe beter je het kunt verdelen uiteindelijk. De courgette schep ik om. En die laat ik lekker bakken. En geef dat ook echt even de tijd, hè. Probeer niet te haasten. Courgette kun je natuurlijk wel rauw eten. Maar geloof me, als je hem lekker een beetje kleur geeft, uiteindelijk wordt het gerecht er alleen maar lekkerder van. Vandaag een hele berg groenten in het gerecht. Maar eerlijk is eerlijk, het is natuurlijk als volwassenen al een hele uitdaging om voldoende groenten binnen te krijgen. Laat staan voor kinderen. Wij hebben een paar hele jonge spruitjes op de proef gesteld. Kiekel. 3, 2, 1. Pizza? Eet smakelijk. De bodem is zo gek. Ik vind het lekker, want het is een beetje knapperig. Vierkaarse pizza. Heel lekker. Ja, wat denk jij dat erin zit? Ik denk wel iets van kaas, want het is wat zachter. Aardappel. Volgens mij is dat ook een klein beetje koriander, maar ik weet niet zeker. Het is gewoon een pizza. Ik kan het echt niet zien. Ik heb echt geen idee wat dat onderste is. Ik ook niet. Maar het is wel lekker. Zit hier bloemkool in? Had ik niet gedacht dat het bloemkool pizza met bloemkool lekker zou zijn. Ja, heel gek. Het is heel lekker. Ja. Ja. Ja, ik vind het gewoon heel gek dat hier bloemkool in zit. Dikke duim. 3, 2, 1. Pasta. Oh. En dan die, hoe heet dat nou? Basilicum. Het ruikt naar... Ik ga eens proeven. Pasta. Nee, naar pompoen. Ik vind het lekker, ja. Ja, er zit sowieso groente in. De saus is een beetje oranje. Zijn er nog meer voor oranje groentes? Lijkt zoals pompoensaus of zoiets is. Wortel! Weet ik niet. Wat denk jij dat voor een groente er in de saus zit? Hoe heet dat nou? Ik denk pompoen. Ja, ik denk dat ook. Bliksemelij. Huh? Broccoli had ik echt niet gedacht. Zit het in de pasta? Broccoli? Broccoli, dat proef ik niet. Broccoli en de tomaat proef ik echt niet. Nee, dat heb ik nooit verwacht. Ik vond het heel lekker. Pannenkoeken. Het ruikt heel lekker. Wow, ziet er echt lekker uit. Wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Dit proeft...
als oliebollenbeslag. Het smaakt ook wel naar een pannetje. Ja, maar het is geen pannetje, het is ei. Oh, ik vind het wel lekker. Wortel? Nee. Kaneel? Geen idee wat er nog in zit. Iets wat geel is. Pompoen? Dat had ik echt niet gedacht. Nee. Huh? Maar pompoen in pannenkoeken. En het proeft naar, dat is eigenlijk mijn idee, naar oliebollen. Een van de laatste dingen die ik had gedacht. Vond jij dit lekker? Ja, ik vond het heel lekker. Ja. Jij? Toch grappig om te zien dat ze heus wel een paar groenten wisten te ontdekken. Vind ik leuk. Kijk eens even, die courgette. Kijk even mee. Zo wil je hem hebben. Lekker een beetje bruin gekarameliseerd. Krijgt hij zoveel meer smaak van. Hier voeg ik de kip aan toe. Doordat die yoghurt erop zit, zal die niet zo heel snel bruin bakken. Dus ga niet als een malle lopen roeren, maar laat die kip gewoon echt even liggen in de pan. Geef hem echt even de tijd om mooi bruin te kleuren. Het gebeurt vanzelf. Op een gegeven moment schep je hem om, dan heb je toch lekker dat bruine kippetje. Goed, deze laat ik liggen. Door met de tzatziki, want de komkommer. Daar is nu wat extra vocht al uitgekomen door het zout. De rest van het vocht knijp ik er gewoon uit met mijn handen en kijk hoeveel sap er nog uitkomt. Het grappige is, en ik heb echt geen idee waarom dit is, als je die theedoek dus niet nat maakt onder de kraan, moet je veel harder knijpen om dat vocht eruit te krijgen. Terwijl als je hem echt eventjes een beetje onder de koude kraan houdt en een beetje vochtig laat worden, gaat het heel gemakkelijk. De komkommer gaat in een kom. En dat is nu een mooie droge pulp geworden. Kijk eens, daar komt hij. Theedoek kan in de was. Ik voeg hier lekker nog wat yoghurt aan toe. En zoals ze in het noorden van Griekenland doen. Verse dillen. Hou even een paar takjes apart om strakjes mee te garneren. En de rest snij ik fijn. En sommige mensen houden echt niet van dillen. Mijn man bijvoorbeeld, die vindt het echt helemaal niks. Wat je dan kan doen, is lekker wat peterselie of munt toevoegen. Ook lekker. Klein beetje peper en zout. En dan even goed omscheppen. En hier kun je natuurlijk ook nog weer een klein teentje knoflook aan toevoegen. Maar ik laat het even weg, want het zit al in die marinade van die kip. Yes. Even proeven. Mmm, zo lekker. Heerlijk fris. De kip. Even kijken of die al omgeschept moet worden. Kijk, je kunt het hier zien. Die kip is nog niet echt mooi bruin geworden. Waar je voor moet zorgen is dat die kip contact blijft houden met de pan. Dus niet de hele tijd maar roeren, roeren, roeren. Maar echt even een laagje laten creëren. Nou, nog heel eventjes. Dan kan ik hem omkeren. Door met de wraps. Die wraps die verwarm ik in de oven. En dat heb ik al vaker laten zien. Maar de meeste mensen die verwarmen hun wrap in een droge koekenpan. Maar veel makkelijkere manier is dat je ze inpakt in folie. Zorg wel dat die folie echt helemaal mooi dicht zit. Want de droge lucht uit de oven zorgt er ook voor dat die wraps een beetje gaan uitdrogen. En je wil natuurlijk dat ze lekker flexibel blijven. Want dat is en lekkerder, maar strakjes wil je ze natuurlijk ook nog kunnen vullen. Dus een mooi pakketje ervan, kunnen ze de oven in. Nou heb ik hier nog wat tomaatjes liggen en een rode ui. En dat doen ze in Griekenland dus ook echt veel. Hè? Lekker rode ui toevoegen, peterselie, tomaatjes, zelfs gebakken aardappeltjes of friet.
dat je dat nog in de vriezer hebt liggen, zou ik er een paar in de oven gooien. Dat is namelijk echt heel lekker erbij. En daar eten ze die ui ook echt als groente. Wij doen natuurlijk altijd heel voorzichtig een klein beetje ui en dan opbakken. Maar daar wordt er echt flink gekookt met uien. In de salades, in de stoofgerechten, in de pita gyros. Het is eigenlijk wel grappig om over na te denken. Heel veel tzatziki met knoflook, heel veel rode ui. Gelukkig doet het hele eiland dat meestal. Niemand last van elkaar. Even een paar mooie flintertjes rode ui. Nou, dat is wel genoeg. Een paar tomaatjes, ook lekker. Leuk om ook verschillende kleuren tomaatjes te gebruiken. Welk eiland is jouw favoriet? Oh, ik ben fan van alle Griekse eilanden. Maar het meeste waar ik geweest ben is Karpathos. Dat ligt in het zuiden. In het zuiden eigenlijk naast Kreta. Het leuke van Karpathos is, tenminste was, dat er niet zo heel veel toerisme was. Wel een beetje, dus het is niet saai. Maar het is ook weer niet dat je tussen de feestende Engelsen zit ofzo. Tomaatjes zijn zo wel goed gesneden. Ga ik eens even de kip omscheppen. Kijk, langzaam begint hij een klein beetje kleur te krijgen. Dan moet je ook niet verwachten dat hij echt super bruin wordt, zoals bij kipfilet wanneer je dat in de pan bakt. Dat komt één doordat het dijfilet is. Dat blijft altijd net eventjes wat neutraler van kleur. Maar dat komt ook door de yoghurt. En als je het een beetje spannend vindt en wil weten of die echt gaar is, dan kun je of het grootste stuk eruit halen en die even door de helft snijden. Dan zie je het natuurlijk gauw genoeg. Of gewoon zoals ik dat doe, even voelen met de spatel. Geeft die nou genoeg weerstand, dan weet je dat die gaar is. Nou, haal ik de wraps uit de oven, want die zijn inmiddels lekker warm. Heerlijk heet. Deze laat ik nog even lekker in het folietje zitten. Maar ik ga jullie wel vast vertellen wat ik maandag ga maken. Maandag maak ik een spinaziesoep. Die wordt echt supergroen van kleur. Daar gaat ook nog lekker wat geroosterde bosui doorheen voor de smaak. En ik maak daarbij, ja let op, hartige wentelteefjes. Dat wordt echt super lekker. Ik denk dat je nooit meer iets anders bij je soep wilt. Dus kijk vooral ook maandag. Nou, hier gaat het goed. Vuur kan uit. Ik ga ze vouwen. De tzatziki. Pak ik er even een plankje bij. Dan heb ik hier de lekkere warme wraps. Klein beetje vulling. Een lekkere dot tzatziki. Frisse gekleurde tomaatjes. Beetje rode ui. En dan vouw je ze op als een burrito. En dan leg je ze neer. En dit kun je natuurlijk ook gewoon allemaal op tafel zetten in verschillende bakjes. En iedereen gewoon lekker zijn eigen wrap laten vullen. Zo'n wrap. Is wel lekker snel en ook heel lekker. En dan is het natuurlijk altijd lekker om de rest van de tzatziki erbij te serveren. Ja, yeah, super lekker. Nog wat dillen. Zo'n mooi kruidje vind ik dat. Die blaadjes zijn zo mooi subtiel. Heerlijke Griekse wraps
gevuld met malse yoghurtkip. Met lekkere uitjes, met tomaatjes. Natuurlijk die heerlijke tzatziki. Veel courgette en dan die dip erbij. Eet smakelijk!